Beste kijkers, voor de wekelijkse BNP Paribas videoaanbeveling in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u vandaag mee naar de dagkaart. Ik denk op vele verzoek naar de dagkaart van Jet, Just Eat Takeaway. Daar zien we een mooie stijging vandaag van 2,6% as we speak. En dat zou zomaar betekenen dat er een aardige rebound in gang wordt gezet. Afgelopen vrijdag al een eerste poging met een klein mager wit candletje op een iets lager niveau. Vandaag de swingteller nog wel naar een min 1 standje. Maar met deze voortgang springen we morgen naar plus 1. En dan zou je dus volgens de indicatoren bevestiging hebben van de verwachte rebound. Die dan kan aanhouden tot aan de Fibo-grid. En dan hebben we het over een beweging omhoog naar de 14,96, laat het afronden op 15 als eerste koersdoel, als eerste retracementlijn en misschien wel door naar 15,90 gelijk aan min of meer de SMA-lijn en dat zou dan de maximale pullback, de maximale rebound kunnen zijn. Toch een leuke rit van bijna 12%. Als we dan rekening houden met de onderkant op 13,50 even afgerond, dus een verliespotentieeltje van 5%, hebben we toch een redelijke risk-reward verhouding. En dat zou mogen betekenen dat je met een interessante turbo-long positie kunt anticiperen op de verwachte opleving naar die genoemde weerstanden. En dan praten we over een turbo-long 12,10 met een hefboom van 4,79 met bijbehorende ISIN-code. U ziet hem daar staan. Dus uitsluitend voor de koopjesjagers. Voor de offensief ingestelde trendbeleggers zijn er reboundkansen. Onder de voorwaarde dat de candles natuurlijk wit blijven kleuren. En dat de bulls voorzichtig en schoorvoetend opstomen naar de genoemde grenzen. Onder 13,50 is het natuurlijk niet meer interessant om met turbo long posities te blijven zitten. Want dan begrijpt u dat de downtrend alsnog weer een mooie, althans voor shortspelers, een mooie extra impuls krijgt. Ik wens u veel succes als u de bulls een handje gaat helpen in hun rebound poging.